En het eerste nummer waarvan je kunt genieten heet Unsatisfied. Unsatisfied van de original Talkatives. En dat kwam toevallig dan nog goed uit. In de studio twee leden van de original Talkatives. Robbie van Dongen en Jurre Hogevorst. Jullie zijn vandaag twee of drie keer de week vanaf zijn gedraaid op de radio. En de platenmaatschappijen hingen al aan de lijn. En er was zelfs een vertegenwoordiger van een platenmaatschappij die vertelde dat jullie morgen bij hem zouden komen tekenen voor een platencontract. Overvalt jullie dat? Ja, want ik bedoel, ik heb er niks van gehoord, dus. Maar het is wel een grote verrassing. Laat ik het zo uitspreken. Ja, ja. Met sommige bandjes die hier komen gaat het vrij snel. Bij de meeste, ik zeg dat er eerlijk bij, overigens niet. Het recentste voorbeeld van een groepje wat vrij snel ging was Wat Fun. Zijn nu al over de hele wereld beroemd bijna. Roberto Giacchetti en de Scooters is ook hard meegegaan. Zijn hier ook nog eens begonnen. Wilden jullie ook zo groot worden?
Ja, als het, ja, ik weet niet of je ons echt met die bands kunnen, kan vergelijken, maar... Die spelen andere liedjes, maar... Maar ja, ja, we willen wel de kant op van beroemdheid. Verder komen dan we nou zijn, in ieder geval. Ja, gewoon als het even kan doorgaan in de muziek. Dus ik bedoel, ik vind het mooiste wat er is, dus... Jullie simpel willen, is dat. Dus jullie willen profs worden? Ja, ik wel. Jij wel. Jij ook? Ja, ik zou het willen, ja. Ja, dat wel veel. En nou, er staan er nog een paar original talkatives omheen. Dus ik stel voor dat ik dat hen ook even vraag. Dan wisselen we even van stoelen. Ja, ik wil ook en, wel. Ja, wij willen ook wat zeggen. Ondertussen blijf ik als geroutineerde dorsjockey gewoon onzin doorpraten. Wil jij ook, hoe heet jij? Rob. Rob, zou je ook beroeps willen worden? Ja, zeker, ja. En jij ook? Oh, ik? Nou, als het even kan wel. Ik bedoel, ik studeer dus nu. En ik heb gewoon nog, ja, ik kan dus gewoon nog een beetje afwachten van wat dat betreft. Maar ik bedoel, als ik mocht kiezen en als ik ook in de toekomst die mogelijkheden blijf hebben, dan doe ik dat zeker. Omdat ik, ja, het is gewoon echt heel leuk. Ik vind het ook erg leuk. Hoe professioneel zijn jullie op dit moment met muziek bezig? Ik begrijp dat sommigen van jullie nog studeren. Ja, nou, ja, er zijn dus ook nog een aantal op school. Maar god, ja, we oefenen dus ook elke week een beetje. En nou, we proberen gewoon die nummers zo goed in elkaar te zetten. En nou, als het kan willen we eigenlijk ook zoveel mogelijk spelen. Maar omdat we dus nu ook op school zitten, dan ja, moeten we toch een beetje gaan scheiden. We moeten dus nou, bijvoorbeeld in het weekend spelen of zo. En door de week gaat het in het begin nogal... ja, dan is het nog wat moeilijk op het ogenblik. Ik geloof, ja, Rob wilde wat zeggen? Ja, het ligt er natuurlijk niet alleen maar aan dat we nog op school zitten. Het is ook zo dat de manager die op het ogenblik de boekingen voor ons doet, die doet er ook niet alles voor om het toch wel zo slechte circuit voor ons een beetje aantrekkelijk te maken. Hij zal ongetwijfeld leuk luisteren en deze opmerking bijzonder amusant vinden. Trouwens, als je de band boeken wil, dan kun je bellen 020 25 48 52. Nou, ik weet niet of jullie net de discussie een beetje gevolgd hebben. Het is over het algemeen gesproken een beetje slecht in het circuit op het ogenblik. Zeg je van nou, de manager doet er niet alles aan. Maar zou het ook niet kunnen komen zonder de goede man ongezien in verdediging te willen nemen hoor. Dat er gewoon niet zoveel werk is voor een relatief nog onbekende band. Ja, dat is ook zeker zo. Ja. Ik denk dat het ook wel grotendeels is. Hoe vaak spelen jullie als ik vraag me? Nou, we hebben dus nu een periode achter de rug dat we niet echt veel meer of niet echt veel gespeeld hebben. Wat is weinig? Nou, dat is één optreden per maand of zelfs één optreden in de anderhalve maand. En daar willen we toch wel verandering in zien. Maar de laatste tijd gaat het wel wat beter. Het begint weer een beetje op te komen. Misschien komt het ook door de zomer. Dat zou best eens kunnen. En de mensen die deze band willen boeken kunnen dus nog steeds bellen. 020, 25, 48, 52. Er zijn er nog twee. Willen die ook wat zeggen? Ja, klopt. Dan doen we gewoon nog een wisseling. De namen, ja, ik ben ze eerlijk gezegd zelf ook al kwijt. En ik veronderstel ook dat de luisteraar ze vanwege deze consternatie allemaal niet onthouden kan. Hoe heet jij? Peter. Dat weten we dan alvast. Hoe schrijven jullie liedjes? Nou, ik schrijf gewoon liedjes, maar je hebt een zangeres en die schrijft een tekst. Of een bassist of een gitarist, ik weet niet wie. En Robbie en Jurre, of weet ik veel wie. Die heeft een melodietje en die werkt het gewoon op zijn gitaar of op zijn piano uit. En die legt het voor aan de band. En dan gaan we met z'n allen proberen het dan zo mooi mogelijk te maken. En zo gedetailleerd in alle thema's. Nou, zo groot komt het is. Ja. Een laatste vraag. Jullie hebben een plaatje in eigen beheer uitgebracht, hè? Ja. Heel fijn. Ja, inderdaad. Dat heet van de original talkatives Computers en For Me. En is uitgekomen bij, en dat kan ik niet helemaal goed lezen, want het is weer zo'n modern gestileerd... Doorsen, dus doorsen. Heel mooi gemaakt. Wang Foon? Walgfun. Walgfun Records. En ja, ik snap niet waarom die mensen dat niet gewoon opschrijven. Ik bedoel, dat kan geen mens lezen. Dat plaatje hebben jullie zelf helemaal betaald en bekostigd? Nee. Hoe is dat gedaan? Ook betaald door de manager, zeg maar. Heeft het ons. Dat is toch niet echt slecht, die jongen? Nee, weet ik niet. Dus. Nou, dat is wel. En is dat plaatje te koop bijvoorbeeld? Waar wordt het gedistribueerd? Ja, nou... Nee, dus ja, hij is te koop in een Music Link Schilderstraat. Welk nummer heb ik? Nee, maar hij is eigenlijk niet gedistribueerd. Moeilijk.
Goed. Die manager die benaderen in, die er bijzonder aardig blijkt te zijn, want hij financiert zomaar plaatjes, is te bereiken onder nummer 020 25 48 52. En die boekt de Original Talkatives, de popkrantgroep van de week. En tot besluit gaan we genieten van het tweede nummer dat we in de Varen Studio opnamen. Het heet Mental Slavery. Bedankt jongens, allemaal. Okay. All right.